Belghali, weer vrij. Nieuwe voorzet. En Flukke. Ja, de bal gaat erin. De voorsprong is daar voor KV Mechelen met nog 10 minuten te spelen. Met wat geluk. Zoveel is zeker, maar de bal hangt er wel in. Niet toevallig met Belghali en Flukke die betrokken zijn bij die aanval. En als je het over de hele wedstrijd bekijkt, de aanvalsdrift die KV Mechelen heeft getoond, het geduld dat KV Mechelen heeft getoond, dan is dit doelpunt gewoon verdiend voor de thuisploeg. Leon Lauberbach, de Duitser, en de andere Duitsers stond daar ook in de buurt, Flukke. Moeilijk hoor, wat Lauberbach deed. Dat overhoeks binnenkopen helemaal niet makkelijk gedaan. En wat gaat Eupen nu nog doen in het slot van de match?